Leden van de Nationale Assemblée hebben donderdag bij de regering erop aangedrongen om het besluit om weer schelpzand te mogen afgraven op Braamspunt terug te draaien. Als reden werd aangegeven dat het financieel belang van enkele concessiehouders niet opweegt tegen de ecologische en materiële schade die door de mijnactiviteiten worden aangericht. In het parlement verklaarde minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen dat het besluit is genomen in het belang van de bouw- en constructiesector. De industriële vraag naar schelpzand is dringend en enorm. Het zal volgens de minister enige tijd vergen voordat overgestapt kan worden naar alternatieve grondstoffen. Dotsen zegt verder dat er toestemming is verleend onder strenge voorwaarden aan 4 concessiehouders. Er wordt verder alleen op een nieuwe schelprits afgegraven nadat is gebleken dat zeeschildpadden op deze plek geen eieren leggen, geeft de minister aan. We weten, mevrouw de voorzitter, wat het ecologisch belang is. De regering is zich daar terdege van bewust. Als er binnen die periode, zoals is gesteld hier, aangegeven, inderdaad is het toevallig zo dat het samenvalt met het legseizoen van de zeeschildpadden. Maar daarom hebben we ook de benadering van het strand ook hebben we gedaan. Een van de filmpjes van YouTube en de social media heb ik ook kunnen zien dat de boten allemaal naast elkaar stonden. Dat komt vanwege de benadering die we hebben aangegeven vanuit de rivierzijde en niet van de zeezijde, dat de afgravingen moeten plaatsvinden met inachtneming van een bepaalde afstand van het origineel strand. Dat is ook meegenomen in de voorwaarden en de afspraken die gemaakt zijn met de mensen. Dus we onderkennen het ecologisch belang. We onderkennen het belang van het broeden van de zeeschildpadden en het belang van Braamspunt binnen het geheel. Maar voor in dit geval tot nu toe nog het belang van de bouwsector en het economisch belang, omdat hiermee met zeker het aanpassen van de royalties dat er meer geld naar binnen zal komen, hebben wij dus besloten om deze stap te doen. Minister Regilio Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen. Leden van de Nationale Assemblée hebben donderdag aangedrongen bij de regering om stopzetting van schelpzandafgravingen, omdat het financieel belang van enkele concessiehouders niet opweegt tegen de ecologische en materiële schade die door de mijnactiviteiten wordt aangericht.